En dan uiteindelijk genoeg de ballen te hebben om het dan ook te delen met mensen. En ja, ik wist niet dat zoveel mensen het zouden zien. Laten we beginnen met de Zero's. Het is natuurlijk nogal een breed spectrum, 2000 tot 2009. Wij schelen 4 jaar, maar ik heb het idee dat we wel een beetje uit dezelfde generatie komen. Kun jij vertellen voor mij hoe jij met vooral de rol van muziek opgroeide tussen 2000 en 2009? Ja, eigenlijk is mijn vader een hele grote invloed van muziek. En dat is natuurlijk veel vroeger. De Beatles en Marvin Gaye en Stevie Wonder. Dus daar heb ik heel veel van meegekregen. En daardoor hou ik ook echt ontzettend veel van soulmuziek. Maar ja, de 90s en 2000 is toch meer voor mij heel veel liefde met R&B. En pop, en Usher en TLC en Destiny's Child. Dus daar was ik echt helemaal fan van. Ook Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Dus dan gingen ik en mijn zus gingen Brandy en Monica nazingen. En dan vechten om wie mocht zijn. Dus ja, daar heb ik wel heel veel leuke herinneringen over. Ja. Ging je ook veel naar concerten als je de kans had om dingen echt live te kunnen zien? Of had jij hitkrantposters in je kamer? Hoe zag dat bij jou thuis eruit? Ja, ik was best wel obsessed met magazines. Die ging ik dan halen en er waren dan vaak ook Amerikaanse, een beetje van die urban magazines. En dan ging ik allemaal fotootjes eruit knippen. Dus ik had een hele, ja, mijn hele muur zat vol met Beyoncé en Monica en Brandy en TLC en ja, ik hing dat allemaal op. Maar ja, ik heb er nooit echt bij nagedacht, maar misschien was het een soort van vision board voor mij, van dit wil ik ook. Dus ja, daar was ik wel heel erg mee bezig. Het moment dat jij zelf ook video's ging maken die op YouTube kwamen, was daar bij jou ook al snel een soort besef dat je dacht, hey, mijn eigen huispagina of YouTube kan ik ook, ja, nu zou dat bijna als marketing omschrijven, maar dat bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Voelde dat voor jou ook al, ja, vertrouwd? Want je was toch wel echt een pionier daarin. Ja, nou ja, dat is heel grappig, want ik weet nog dat ik YouTube ontdekte. En toen YouTube begon, kenden niet zoveel mensen YouTube. En er waren mensen die deden comedy of het waren gewoon filmpjes die je naar familie stuurde. Maar er was niet echt, het was niet echt een baan, snap je? Mensen deden het niet om er geld mee te verdienen. Het was echt puur gewoon om je passie te delen. Dus ja, ik had er niet echt een plan bij of zo. Mijn zus had een oude webcam. En dat was echt nou de slechtste kwaliteit ooit. Als je dat nu vergelijkt met wat wij nu, hoe we nu verbonden zijn via de telefoons, was het echt gewoon niks. Maar ik vond het gewoon leuk om te zingen. En om het zelf, ik kon dat natuurlijk opnemen, dan kon ik het zelf terughoren. Dus ja, studio equipment had ik toen niet. Dus eigenlijk was het voor mij ook gewoon leuk om te kunnen kijken van, hoe klinkt dat nou? I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, then something takes over me. Ja, en dat het na 6 maanden ongeveer zo'n miljoenen views kreeg, ja, dat was gewoon, ja, niet verwacht natuurlijk, maar wel geweldig dat het kan. En dat het nu gewoon ook de normaalste zaak van de wereld is. Je ziet nu zoveel mensen die fantastisch bezig zijn. Davina en Emma Heesters. En het is nu gewoon echt het beroep van mensen. Dus dat is heel tof. Ja, en ik denk dan ook meteen aan die tijd wat jij zegt met zo'n webcam. Dat je bijna al een dag bezig was om het überhaupt te uploaden. Wij denken nu, oh, zo'n low-res filmpje. Dat heb je zo online staan. Maar dan had je inderdaad nog een beetje al die zero's gebreken. En nu, ja, dat moest allemaal in één take, want niemand kon editen. You made me see that I can reach my goals and my dreams, everything I want, I can be. Er was ook één avond dat ik volgens mij naar bed ging. Had ik hem opgeload en dan de volgende ochtend was die video helemaal gewoon viral gegaan. Het was een video van een eigen liedje wat ik geschreven had. Anything is Possible heette dat nummer. En dat had YouTube heel groot op de voorpagina gezet. En toen was het echt zo van, wow. Toen kreeg
in één keer heel veel over de hele wereld allemaal mensen. En natuurlijk krijg je dan ook die eerste, zeg maar, mensen die niet zo aardig zijn. Of die dan ook echt comments achterlaten van, oh, je hebt een scheve kin. En je kan helemaal niet zingen. En je knippert te veel. En allerlei van dat soort dingen. Dus dat was wel echt gewoon van, wow. Dat het bij zoveel mensen terecht kwam. En toen dacht ik, toen had ik wel echt het idee van, oh, misschien kan ik hier wel iets mee. Misschien kan ik uiteindelijk wel gewoon eigenlijk een eigen cd opnemen of echt artiest zijn. What goes around, baby, comes around, baby, back around. Yeah, she sings my song better than me. No, that's not true. Mensen die horen vaak natuurlijk het Justin Timberlake verhaal, maar het is allemaal niet zo, het ging allemaal niet zo snel als dat mensen het vaak vertellen, hoor. Want uiteindelijk was ik best wel schuw ook met alle berichten die ik kreeg, want je moet ook nadenken van als je zo jong bent en krijgt allemaal berichten van mensen en je kan ook niet echt goed zien of het nou echt waar is of niet. Precies. Op een gegeven moment gingen mensen ook het telefoonnummer van ons vinden. Dus toen had iemand van Atlantic Records, die had een keer opgebeld en die had gezegd dat zij in de buurt een hotel hadden gebeld en gevraagd hadden of ze wisten of zo wat de telefoon, of zij het op konden zoeken in het telefoonboek. Dus dat hadden ze gedaan. En toen hadden ze uiteindelijk ons nummer gevonden. En nou ja, dan in één keer ben je aan de telefoon met iemand van een label. Dat je denkt, oh, wat in hemelsnaam moet ik nu zeggen? Dus gelukkig heb ik toen later wel een manager ook ontmoet. Die me daarbij geholpen heeft. Billy Mann. Dat is zelf ook echt een fantastische songwriter. En heeft heel veel bereikt. Dus uiteindelijk had ik zoiets van, oké, dan laten we jou ontmoeten. En hij was ook heel geïnteresseerd om mijn ouders dan te ontmoeten. Dus mijn moeder heeft hij ontmoet. En mijn zus ook. En ja, dat klikte heel erg. Dus toen hadden we wel zoiets van, ja, oké. Hij komt helemaal naar Nederland om ons te ontmoeten. En echt gewoon te laten zien dat heel veel mensen zeiden van, oké, we laten je naar L.A. vliegen of naar New York vliegen. En het was allemaal heel indrukwekkend. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat hij dus helemaal naar Nederland wilde komen. En via hem ben ik door Gary Stiffelman, dat is advocaat weer. En die deed ook de business voor Tandem Records, dus voor Justin's label. En zij wisten dat ze naar artiesten zochten. En zo ben ik dus, zeg maar, met de president van zijn label, Ken Gamazar, heb ik een meeting gehad. En toen is het, zeg maar, gaan rollen. De TMF Awards natuurlijk, om door je eigen land zo, volgens mij was het beste nieuwe artiest. Hij staat ook nog bij mama thuis. Ik wil eigenlijk die awards gewoon thuis hebben, maar staan nog bij mama thuis. Maar ja, dat is echt super tof. Ik weet nog wel, toen ik het ook gewonnen had, ik was super nerveus en ze gaven me zo'n champagnefles. En dan zei ze, oh ja, dan moet je hem zo openen. Nou, dat ging echt voor geen meter, dus ik stond echt voor lul. Oh, nee. Voor iedereen. Maar het was wel echt super. En ik denk een van de mooiste momenten is iets voor mij. Omdat ik ben niet gelovig, maar ik ben wel een beetje spiritueel. En ik geloof wel een beetje in de kracht van de aantrekkingskracht. En dat soort dingen. Dus toen ik Oprah Winfrey, toen ik bij haar in de show mocht komen. Dat was wel echt een moment van, oké. What the fuck? Like, dit kan dus gewoon. Ik heb vroeger altijd voor de gein, zei ik altijd tegen iedereen, op een dag kom ik bij Oprah Winfrey. Jullie zullen het zien. Het gaat gebeuren. En dus dat was wel echt zo'n fantastisch moment. Ik weet nog dat ik door die hal liep. En voordat je daar die Harpo Studios inkomt, heb je dus een hele hal met aan de muur allemaal Tom Cruise die op de bank staat en Beyoncé, Jay-Z en iedereen die daar ooit is geweest, die hangt daar aan die muur voordat je binnenkomt. Dus ik was echt zo van, oh my god. En
ja, ze was echt super. Je mag haar niet ontmoeten voor de show. Dus dat was wel... Ik moest haar echt live on the air mocht ik haar ontmoeten. Dus het was echt ontzettend... Ze kon zien dat ik ontzettend nerveus was en zenuwachtig was. Dus ze gaf me een knuffel en ze zei... it's okay. Dus ja, en dat was echt een mooi moment. Ik was 18, 17 toen ik begon met YouTube, zeg maar. Maar echt 18 toen het helemaal ontplofte. En ik weet niet of dat toen... Volgens mij was ik ook 18 toen Audi eruit kwam. Maar ja, ik probeerde wel zoveel mogelijk mijn eigen ding te doen. Kijk, op zo'n leeftijd weet je ook eigenlijk niet wie je bent. Daar ben ik nu zelf nog steeds mee bezig iedere dag. Aha. Dus dat vond ik wel heel lastig, ook als artiest. Omdat je natuurlijk toch heel veel mensen om je heen hebt. Die je krijgt stylisten en mensen die je haar en je make-up doen. En die zeggen, oh, dit staat goed bij je. Of dit, je moet dit doen. Dus dat vond ik af en toe wel heel lastig. Vooral ook, kijk, als ik nu kijk naar al die kleding die ik droeg. En ik had echt zulke hakken aan soms. Dat ik denk van, nou, ik zou dat nu echt niet meer hoeven. Maar ja, dat vond ik af en toe wel moeilijk. Ik was wel heel erg duidelijk in, ik wil wel gewoon echt pop R&B muziek maken. Maar er waren wel echt momenten, dat is heel grappig om dat nu te zeggen, omdat dat mijn grootste hit is. Dat we hadden het hele album afgeschreven en ik wilde heel graag ook zelf meeschrijven. Dus ik had iets van 100 nummers geschreven met verschillende andere schrijvers en producers. En uiteindelijk... hadden wij het album soort van af. En Justin had ook nog een aantal nummers met mij samengeschreven. En daarbij, ja, in die 100 songs hebben wij daar uiteindelijk dan een selectie gemaakt. Ja. Dus we hadden eigenlijk het album af. Maar toen zei de head van Innerscope, die zei, we hebben nog geen eerste single. Dus oké, okay, we hebben nog geen eerste single. Dus we gingen uiteindelijk dan naar nummers luisteren. En zij... hadden Oude Heer, wat trouwens geschreven is door Esther Dean, geweldige songwriter. Die heeft ook alle grote hits van Rihanna geschreven. En natuurlijk ontzettend vereerd dat ik met haar mocht werken. Maar dat nummer was al een soort van af. En het was zeg maar heel rock. Ah. Dus als je... Ja, klinkt heel anders dan de versie die uiteindelijk uit is gekomen. Dus het klonk echt een beetje meer à la Kelly Clarkson. Kijk, ik vind Kelly Clarkson heel tof, maar... Voor mij gevoel toen ik het hoorde, had ik echt zoiets van... Oh nee, nu proberen ze me een soort van... een beetje die rock-pop-kant in te drukken. Terwijl ik zelf wilde echt R&B maken. Dus dat vond ik toen wel lastig. En uiteindelijk hebben we toen alle backings veranderd. En was ik er wel blij mee. Maar ja, dat is wel heel frappant dat dat natuurlijk dan de grootste hit uiteindelijk is geworden. Maar ja, natuurlijk, dat soort momenten, die zijn er altijd. En dat is nu... natuurlijk wel even anders nu ik zelf schrijf en dingen uit kan brengen die ik zelf maak en waar ik helemaal achter sta, wat echt helemaal voor mijn gevoel 100% is wie ik op het moment ben. Dat heb je ook in eerdere interviews wel aangegeven, hoor. Dat het ook iets nieuws was. Omdat jij natuurlijk van YouTube kwam, om het zomaar te zeggen. Ik had wel het idee dat dat ook een soort twee kanten opging. Want volgens mij deed je ook zo'n showcase toen voor / met YouTube. En dat was echt een van de eerste keren dat zoiets gebeurde. Wat nu best wel gebruikelijk is. Maar dat is wel echt, lijkt me heel tof om daar ook in vooruit te lopen eigenlijk. Ja, nou ja, voor mij is het natuurlijk, ik heb dat allemaal zelf meegemaakt, maar ik heb er nooit echt bij nagedacht van, oh, dat je dan de eerste bent die dat soort dingen doet voor mij. Ja, het is uiteindelijk zo gelopen en het is natuurlijk niet op de normale manier die toen normaal was. Ik merkte ook wel dat bij het label heel veel de vraag was van, ja, hoe gaan we die transition maken van haar op YouTube naar echt gewoon... een artiest die op een label zit. Want dat is natuurlijk... Nu eigenlijk iedere artiest heeft Instagram. En je kent bijna iedere artiest nu veel meer persoonlijk dan toen. Maar toen ik getekend werd, toen was het echt niet zo. Mensen gingen niet allemaal dingen
op Twitter posten of op Instagram. Je wist eigenlijk niet zoveel van een artiest af. En bij mij was het zeg maar voor het eerst in die tijd dat je dan ook echt je social media zelf ging doen. En dat contact daarmee. Dus ik had er ook wel moeite mee, want ik had af en toe ook het gevoel dat zij dat hele mysterieuze wilde hebben. Terwijl bij mij voor de eerste keer dat dus niet zo was. Dus ik had dat wel een beetje het gevecht met van, oh, maar alles moet, wat je nu op YouTube zet, daar moet dan in één keer iedereen naar kijken of het er wel op kan. Terwijl ik dat normaal gewoon natuurlijk uit mezelf gewoon lekker erop gooide. En wel zag wat er gebeurde. Dat was toen wel weer heel... Ja, ik weet ook nog wel dat er één keer mijn hele YouTube-kanaal was helemaal geblokt. Dus die was helemaal weg. Op een gegeven moment ging ik inloggen en toen bestond mijn kanaal gewoon niet meer. Dus ik dacht echt van... En over welk jaar hebben we het nu? Dat is volgens mij... Toen ik getekend was. Want toen dat kwam toen volgens mij omdat er toen copyright... Met die auteurs. Was natuurlijk niet. Ja, dat je niet meer dingen kon coveren. En dat je dan kreeg je volgens mij 3 strikes of zo. Ja. En dan deleten ze gewoon je hele kanaal. dus dat was echt... Ja, ik was echt doodsbang. Ik denk alles waar ik gewoon die jarenlang... voor gewerkt hebben ze in één keer weg. Maar gelukkig kwam dat uiteindelijk wel weer goed. Maar ja, dat is nu ook heel grappig om te zien... dat er natuurlijk allemaal ads voor video's staan nu tegenwoordig. Ja. Zo jammer, af en toe kijk ik en dan denk ik... oh, wat jammer dat voor al die miljoenen views... heb ik dus geen ads en geen geld kunnen verdienen... zoals mensen nu doen. Ja. Maar ja. Nou, het overkomt je natuurlijk ook best wel. En het is ook een periode geweest, denk ik... waar je superveel van geleerd hebt. Wat zijn dingen die je nu in het dagelijks leven nog misschien kan gebruiken? Of waar je, ja, ik neem aan dat je toch op een bepaalde manier in het leven staat... en ook echt wel superveel dingen hebt geleerd, meegemaakt. Kun jij daar een voorbeeld van geven misschien? Ja, er zijn natuurlijk wel meerdere dingen. Ik denk, waar ik eigenlijk laatst over na aan het denken was... is dat ik eigenlijk, als je me zeg maar iets had kunnen vertellen in die tijd... wat me had kunnen helpen... Ik ben nu echt een soort van... Ik hou van mediteren. En sinds ik dat heb ontdekt... heb ik eigenlijk het gevoel dat ik gewoon veel beter in mijn vel zit. En gewoon meer in het moment van nu kan zitten. En dat had ik echt wel graag willen weten in die tijd. Omdat er natuurlijk zoveel gebeurt... dat jij... Je voelt je echt een soort van imposter. Je hebt nu natuurlijk noemen ze dat het imposter syndrome. En daar herken ik me echt super erg in. Dat je gewoon op een plek bent. Dat je denkt van hoe ben ik hier beland. En kan ik het allemaal wel. En iedereen gelooft in me. Maar ben ik wel goed genoeg. Dat je gewoon de rust in je hoofd kan pakken. En daar ben ik nu wel gewoon een stuk beter in. Ik heb daar natuurlijk nu ook veel meer tijd voor. Zeker in deze lockdown. Ja. Maar om je gewoon te kunnen herpakken. En gewoon rustig adem te blijven halen. Als ik een artiest raad zou kunnen geven die begint en die waar heel veel op afkomt, leer mediteren, want het gaat je echt helpen. Voor nu, Esmee, we zitten in een gek 2021, dat is het voor iedereen, maar hoe ziet het er verder voor jou nu uit? Ik heb lekker de rust gepakt om heel veel te schrijven en aan nieuwe nummers te werken. En ik heb al iets van 5 singles uitgebracht in deze lockdownperiode. Maar vandaag is er weer een nieuwe online en die heet Take It To The Grave. En die kan je beluisteren op Spotify en Apple Music, waar je ook wil. Volg me even op Instagram, Esmee Denters Music. En dan hou ik je up to date als je dat leuk vindt. Vera on Track met Vera Simons.